altijd langs. Dat ze gewoon blijven staan en dan horen ze jou aankomen rennen en dan blijven ze gewoon staan. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. File op de roltrap, vooral vervelend als je haast hebt. We hebben maar een paar minuten tijd. Regels voor voetgangers zijn er officieel niet. Dus ook niet op de roltrap. Maar ja, uit beleefdheid. Misschien even langs. Zou dat misschien wel nuttig zijn? In Engeland krijg je geen grote mond als je vraagt of je er langs mag. Sterker nog, daar staan de mensen standaard stil aan de rechterkant, zodat je links kan doorlopen. Op de Nederlandse stations wil ProRail ons daar nu ook van doordringen. Met behulp van borden en voetstappen op de roltrap. Morgen start een proef in Amersfoort. Het is eigenlijk heel simpel. Aan de rechterkant komen de rode voetstapjes te staan en die staan stil. En aan de linkerkant komen de groene voetstapjes en die lopen door. Ik zou bijna denken, is dit een 1 april grap? Wat vindt u ervan dat mensen altijd maar stilstaan links op roltrappen? Ja, daar is leven te kort voor. Moet je niet aan ergeren. Gewoon even vragen, mag er langs alsjeblieft. Zoals nu, mag ik even langs. Wij doen verschillende dingen om de doorstroom op roltrappen en op stations te verbeteren. Dat doen we door bijvoorbeeld de roltrappen sneller te laten gaan. Door bijvoorbeeld roltrappen allemaal omhoog te laten gaan. En nu dus met gekleurde voetstappen op alle treden. Eerst krijgen de treinreizigers in Amersfoort te maken met de roltrapetiketten. En als de proef slaagt, wordt die landelijk ingevoerd. Alle trappen blijven overigens stickervrij.